hip-hop. Hey, let's move! Hip-hop, 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 hip. It's bigger than hip-hop. You know what I'm saying? Let's bring hip-hop back. Hip-hop, they never felt this good. Rap is something you do, hip-hop is something you live. So, echte hip-hop in je smooth. Echte hip-hop in je smooth. Waar zijn jullie? One and only. Raska. De andere one and only. Ik ben Knowledge. Dit is D-Vons. D-Vons in the house. En jullie beat mix master. Ja, die is er even niet bij. Maar the house. Ja. Die is aan het... Oud Nox is aan het pissen. Ze is net een album gedropt. Ja man. Laat zien, laat zien, laat zien. Ja, we laten zien. Hij heeft hem gejagd tegen die lens. Doe het maar eens. Doe het maar eens. Ja man. Recht voor je raap. Oké, leg uit. Album, wat staat erop? 19 tracks, dope shit, Nederlandse hip-hop en één oh. Jullie. Ja, maken nee. We oh, maken Nederlandse shit. Ja, en 1 juli ligt hij in de winkels, onder andere in Nijmegen, Arnhem, Deventer. Kan je die shit checken? Apeldoorn, Utrecht, Alkmaar. Alkmaar ook. Het is nog. Bijna nationaal, man. Shit. Het is net echt. Het is net echte muziek. Nou, dope. Dikke bijdrage, je checkt Engel, Adrem, Riskant, de woordvoerder. Beats van Morphix. Jimmy G. Dopaganda beats. Dopaganda beats, Morphix. Nog de beste. Niet de beste rapper, wel de meest interessante. Een geest in de gestalte van de make ille van allen. En 19 tracks. Van waar al die inspiratie? Waar hadden jullie het vandaan? Wat? Een kleine disclaimer. 3 ervan zijn instrumentals. Om de producers een beetje shine te geven. Ja, maar ja, die moeten er ook zijn. Die hebben ook een bar afgewerkt, toch? Ook echt dope sfeertracks zijn dat. Ja, en die andere 16. Je gaat gewoon bouwen, weet je. Je hebt toch een beetje oud materiaal liggen, je krijgt nieuwe concepten. En als je zo'n album gaat maken, natuurlijk ben je dan gelijk geïnspireerd. En je kijkt om je heen wat er gebeurt en je maakt er gewoon shit over. En eigenlijk zijn het heel veel diverse dingen. We hebben een aantal Brag & Bose tracks. We hebben een aantal tracks die omschreven zijn vanuit het concept. En toch wat dingen met wat een diepere boodschap. Deels maatschappij en deels gewoon je eigen ervaring, weet je. Want als jullie jezelf zouden moeten plaatsen in een hokje, of zo moet zeggen. Het hokje. Yeah. Dus buiten het hiphop hokje, welk takje zou het dan zijn? Zou het een beetje populair zijn, een beetje evergreen rap, wat meer conscious, backpack, hippie hop? Ja, allemaal. Ik vind het moeilijke vragen. Ik denk dat we... We zijn niet echt... Zo ik denk dat het of anders dan anders. Nee, ik denk dat het album eigenlijk dope gemaakt wordt eigenlijk door de diversiteit die er eigenlijk is. We hebben echt harde beuktracks waarmee je eigenlijk gewoon keihard los wil gaan voor het podium. Maar ook tracks waarvan je gewoon even moet stilzitten en dieper over moet nadenken. Dus als je het zou moeten categoriseren, dan denk ik eigenlijk dat je valt binnen wat commerciële tracks, maar ook underground. En dat je toch. We hebben geen commerciële tracks. Nou, commercieel. Klerenleiders. We hebben 1 commerciële. We hebben 1 commerciële. Nou, het is allemaal vette shit. Het is echt divers. En, als het album niet Doe het maar eens had geheten, had het Balans geheten of zoiets. Ja. Want, maar Doe het maar eens, maar je schrijft het heel anders toch? Doe het maar eens. We hebben het fonetisch geschreven. Ah, spel het eens, zoals het daarop staat. D-O-O, dit voelt heel kinderachtig. U-T-M-A-R-I-S. Yes. Het is eigenlijk wat Frans Bauer in bed tegen zijn vrouw zegt. Doe het maar eens. Oké, nou, dat is een heel duidelijke taal. Dope titel. Ja. Down with the shit. Je weet dat wel. De achtergrond van Doe het maar is eigenlijk het feit dat we dus inderdaad een contest gewonnen hebben om die van 500 cd's. Oh ja, en, joh. Daarmee eigenlijk het album opgezet. En daar werd ook een deadline aan gebonden. Waarmee we dus eigenlijk de term Doe het maar eens naar voren kwam. Zo van half jaar heb je de tijd, knalde maar een album uit. En dat hebben we gedaan. Oké, jullie kregen dus ook echt een tijdslinie, een deadline voor dit ding. Ik presteer mooi omdat ik vaak gehakt heb met het bijltje dat een ander depper neergooit. Ja goed, dus een half jaar hadden jullie de tijd. Ja. En werd er ook een minimum eis gesteld van het aantal tracks of het aantal soort tracks? Of, nee, het was op zich, het is fucking mazzel dat je zo'n wedstrijd wint. Nou ja, ik denk dat jullie er ook gewoon hard genoeg voor gewerkt hebben. Ja, natuurlijk, maar het scheelt flink in de kosten. En het is een stuk motivatie als je een deadline hebt. Maar die mensen van Prima Groep weten het doen. Die zijn altijd erg flexibel geweest, hebben geen eisen gesteld. We hebben gewoon gezegd van, nou, wij hebben er vertrouwen in als jullie gewoon ons af en toe een beetje op de hoogte houden. En dan komt het goed. En als je vraagt 19 tracks, dan is eigenlijk het... Kijk, iedereen maakt tegenwoordig EP's. Iedereen maakt wel een albumpje dat online komt. Of 7 tracks, 12. Van, we hadden zoiets van, we willen gewoon echt een album. En dan droppen, gewoon, ja, tof, hebben jullie nog wat te zeggen als laatste dingen? Ja, doe het maar eens. Doe het maar eens. Yeah. Ja, dit is Grijze Massa. Hip-hop in je smooth. Yeah.